Steve, deze is de speellijst leerproces. Wat wil je daar eigenlijk mee zeggen? Alles wat je nodig hebt of inzichten om beter te kunnen leren, ga je in deze lijst terugvinden. Oké, ik denk dat ik hier heel dikwijls op bezoek ga komen. In de playlist webinar. Ja, hier gaan we de links zetten, vooral die leiden naar ons webinar op donderdag. En alle zaken die je daarvoor nodig hebt, of die daar ja, zijn besproken, opnames van dat webinar, dingen die daarmee te maken hebben met onze donderdagmeeting. Fantastisch. En we hebben motiverende muziek, Mark. Het zal wel zijn, je weet, tijdens het filmpje heb ik gezegd, dat is mijn dada. Dus hier gaan we eigenlijk de volledige playlist hebben, die we ook in de succesvolle netwerkmarketeers op Spotify hebben. Die gaat hier staan. En we hebben een lijst van vaardigheden. Ja, ik zou zeggen, we kunnen ze niet in belang onderscheiden, maar deze hoort toch wel eigenlijk zeker bij de top 3. Je hebt nu eenmaal dingen nodig die je vandaag nog niet kan of kent om een goed netwerkmarketeer te worden. Netwerkmarketing is een stijl, is een beroep. Ik denk zelfs, Steve, dat er in Latijns-Amerika een land is waar het op de universiteit wordt gegeven als richting. Dus zelfs niet als vak, maar als richting. Dus je hebt wel wat nodig en al die zaken die je nodig hebt, die gaan wij hier samenbrengen. Steve, moest deze kanaal er echt bij? Ja, met de filmpjes komen allemaal heel vlot over, maar ik moet zeggen, hier en daar snijk ik daar toch echt wel een stukje tussenuit. En ik heb er zoveel plezier in dat ik het de meeste niet wil onthouden. Ja, we lachen af en toe achter de schermen wel. En dat willen we jullie inderdaad niet allemaal onthouden. Nee. Goed. Network marketing. Ja, eigenlijk network marketing heeft een hele hoop echte specificiteiten. Dus als het gaat over het concept network marketing, wat is het? Waarin onderscheidt het zich? Wat kun je ermee doen? Dan gaan die filmpjes hier terechtkomen, Steve, over het concept network marketing op zich. Steve, deze is er eentje dat je in het begin gaat nodig hebben, hè? Waarom mensen starten? Ja, soms heb je een beetje twijfels waarom dat je wel zou beginnen of niet. Niet alleen omdat je de kennis mist, maar kan heel motiverend zijn dat je van andere mensen hoort waarom dat zij gestart zijn. Ja, en die vinden we hier terug. Top! Mark, hebben wij iets te vertellen over doelstellingen? Steve, als je die vraag nog één keer stelt, dan ga ik je heel de reeks terug laten zien. Doelstellingen, mensen, dat zijn de dingen waar het alles mee begint. Een blad papier, blanco, uw fantasie, uw wensen, uw gevoelens en die het ene op het andere plaatsen. Daar start alles mee. Weten waarom. En dan starten we met al die andere playlists. Het is fantastisch dat ik nu weet waarom dat hier staat. Super. Oké, Steve.